Groot en klein en jong en oud uit de hondenwereld wordt met een zoet lijntje naar het RAI-gebouw geleid. De kinologenwereld gaat er op eigen kracht naartoe. De winnertentoonstelling 1948 wordt gehouden. 1200 viervoeters van 88 rassen zullen in de grote hal van de RAI tentoonstaan. Maar voordat het zover is, moet eerst worden vastgesteld of ze gezond van lijf en leden zijn en niet toevallig wat ongewenste ziektekiemen bij zich dragen. Eenmaal binnen kreeg ieder zijn of haar eigen tweedaagse noodwoning toegewezen. Hier was inderdaad de elite bijeen. Niet alleen uit Nederland, maar ook uit de vreemde. En al naar de aard van het beestje waren ze zenuwachtig of flegmatiek, verdrietig of vrolijk, nederig of vriendelijk, nieuwsgierig of onbewogen. We kregen de indruk dat het over het algemeen voor de honden geen al te prettige tijd was. Maar velen hunner zullen troost gevonden hebben in de wetenschap dat het ook voor de bazen en bazinnen moeilijke dagen waren. En gedeelde smart is halve smart.